Mijn gast vandaag is Roelie van Wijk. Zij is kroonlid en fungerend voorzitter van het College van Toezicht Advocatuur. En overigens heeft ze ook nog heel veel commissarisrollen. Maar daar praten we nu op dit moment niet over. Want het gaat echt over de advocatuur vandaag. Roelie, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de discussie eigenlijk ook binnen jullie eigen College van Toezicht. Naar aanleiding van het opstappen van jouw mede-kroonlid Jeroen Kremers. En waarom de advocatuur toe is aan een nieuwe toezichthouder. En laten we met dat laatste beginnen. Want we waren eigenlijk ook al aan het punt gekomen dat je hebt uitgelegd, ook naar aanleiding van die zaak Pels Rijken, dat naar boven kwam dat het echt wel anders georganiseerd moest worden. Maar er waren meer dingen die speelden. Ja, in zijn algemeenheid is het zo dat een aantal thema's, hè, en ik noem maar eventjes dat WWFT, maar ook sanctiewetgeving, et cetera, dat zijn grote thema's. Dat zijn thema's die ook verdienen om op een landelijk niveau heel professioneel te organiseren. Dat mensen daar ook fulltime mee bezig zijn. En op dit moment is het zo dat dekens, hè, die het eerste lijns toezicht doen, dat die ook nog voor 15% een eigen advocatuur, advocatenrol ernaast hebben. Hè, om ook nog, zo is dat op dit moment geregeld. En het is echt denken, en die doen dat lokaal. En moeten eigenlijk het wiel min of meer lokaal uitvinden. Alhoewel ze ook in een dekenberaad dat wat uniformer kunnen toepassen met elkaar. Ja, is het door iedereen feitelijk omarmd. Hè? Dus door alle geledingen binnen de beroepsgroep. Dat het anders moet. Dat er een landelijke toezichthouder advocatuur komt. En dat daar ook een aantal grote dingen worden geborgd. Wat ook professioneel toezicht kan faciliteren. En ook naar aanleiding van de grote incidenten die er zijn geweest, hebben we Pels Rijken gehad. Maar natuurlijk ook de georganiseerde misdaad. En de Tachy-zaak, waar ook een advocaat, de neef, verschillende petten op had. En dat wel gewoon zo op die manier kon plaatsvinden. Zeker, maar wat dat betreft is er zijn een aantal dingen. En dat gaat soms ook over veiligheid. Want dat is. Nogmaals, er zijn ook. Want Tachy is dan bijvoorbeeld. Als je advocateur is natuurlijk voor de rechtsbescherming van de burger in Nederland. Hè, en dat moet op een manier georganiseerd zijn dat je dat zo goed mogelijk kan doen. En dat betekent dat je kwalitatief hoogwaardig mensen moet vrijmaken om dat fatsoenlijk te doen. En dat kan het beste om dat met fulltime mensen te organiseren. En sowieso is het soms ook fijn om het niet lokaal te moeten doen versus advocaten. Maar dat ook wat meer op afstand op een landelijk niveau te organiseren. Dat geeft ook op andere dimensies. Ja. Maar wat was de learning van die Tachy-zaak als het gaat over toezichthouder? Nou, de learning van de Tachy-zaak is meer aan de dekens. Maar het is, wat dat betreft is het zo dat je daar, natuurlijk. De lastigheid was dat hij ook van arrondissement is verplaatst. Hè, dus dat is ook al een ding. Dus dat kan je dus dat de verschillende dekens betrof. En daar is ook. De learning is daar ook van. Samenwerking toch? Of in ieder geval gegevensuitwisseling met andere entiteiten. Of dat nou Openbaar Ministerie is. Of het is een FIOD. Of het is een toezichthouder van de notarissen bijvoorbeeld. Bij Pels Rijken. Als jou als deken bepaalde informatie niet tijdig of niet volledig of wat dan ook bereikt, dan kun je ook niet verwachten dat je daar op een goede manier toezicht op houdt. En dat is niet allemaal op te lossen, want er zijn altijd natuurlijk dingen die natuurlijk vertrouwelijk zijn of wat nog in onderzoek is. Maar als je met een goede informatieuitwisseling hebt met de driehoek, met politie en met de rechtbank, et cetera. Omdat je als deken tijdige manier geïnformeerd wordt, dan kan je dat makkelijker doen. Want kan je daar dan met dat tijdig informeren en die informatie uitwisselen, had je daarmee kunnen voorkomen dat die neef van Tachy, die advocaat is en hem eigenlijk van binnenuit heeft geholpen, dat niet had plaatsgevonden dan? Nou, dat zou ik op dit moment niet kunnen zeggen. Want ik zeg al, dat is een dusdanig diepgaan. Ik ga die zaak, die ligt nogmaals niet bij een systeemtoezichthouder als het College van Toezicht. Mm-hmm. Maar bij het nieuwe toezicht. Ja. Want dat zou natuurlijk wel zo moeten zijn dat zo'n toezichthouder daar iets over kan zeggen, toch? Ja, een landelijk toezichthouder zou zeker daar iets over moeten zeggen. Want dat is de nieuwe vorm waar we naartoe gaan. Dat is de nieuwe vorm en dat nogmaals, daar gaat over het totale toezicht van alle 18.000 advocaten. En daar houden zij dan toezicht op. Okay. Dus dat is dan daar geborgd, ja.